Dit doet me altijd denken aan de tijd van Feyenoord de glorie periode toen ze de Europa Cup wonnen. Toen was dit volgens mij het uitshirt. En daar komt Van Dalen erin. Joop Van Dalen. Ik heb Europese uitwedstrijden meegemaakt. Ik ben naar Monaco geweest. Omdat je sowieso met een redelijk select groepje elke keer weer elkaar tegenkomt. Je had in die tijd had je ook een gezelschap supporters die het eigenlijk tot een of andere uitdaging zochten om op gekke manieren bij de bestemming te komen. Dus hebben ze geloof ik 6000 kilometer in de trein gezeten, het vliegtuig met een boot, met een fiets en uiteindelijk waren ze daar. Ja, dit zijn de kleuren waar ik zelf ook in gespeeld heb. Hè. Groen. Groen hoort bij Feyenoord, groen hoort bij Rotterdam. Ik zou hem eigenlijk zo aan willen doen en op het veld lopen, maar dat gaat niet meer. Ja, het scoort! Wim van Hanegem, ja! Echt een traditionele shirt, maar dan in groen-wit. Die vond ik het allermooiste, omdat je dan denkt van ja, dan laat je echt zien wat het shirt van Feyenoord is. Je ziet gewoon dat het een bepaalde soort van energie uitstraalt waar mensen en spelers toch bang van worden. Hier kans voor Van Dalen, daar gaat hij! Ja! Een doelpunt van Feyenoord! Uitstekende goal van Joop van Dalen. Ik heb ook één keer dat Feyenoord shirt in groen werd gehad. Ja, dat vond ik het mooiste shirt waarin ik zelf heb gespeeld. Ja, kijk even jongens, hier hebben we de Europa Cup mee gewonnen. Wij gaan ook Europa weer in, dus laat dit eens nieuwe land zijn. Ik kan me niet voorstellen als je dit shirt aandoet en je kijkt in de spiegel, dan sta je eigenlijk al met 1-0 voor.